meerwaarde van de samenwerking in elke regio is de kunst om het elkaar iets gunnen. Dat betekent als er steden samenwerken, dat je moet kunnen zeggen, daar is die stad nou eenmaal het beste in en dat laten we ook aan die stad om dat te doen. En deze regio is dat wel eens een probleem geweest, maar nu gaat dat steeds beter en gaat men echt voor één of twee projecten die echt ook op de Haagse agenda thuis horen. Een goed voorbeeld in de regio Twente is dat men een paar jaar geleden heeft gezegd, wij maken een agenda op basis van nood en ruimte. Een ontwikkelagenda waarin we proberen vast te stellen wat de vijf belangrijkste projecten zijn. Zo'n lijstje van vijf projecten is natuurlijk nog veel te lang. En na een paar jaar over en weer dealen en wielen kwam men eruit van ja, eigenlijk is er op dit moment één project waar we echt voor moeten gaan. En dat project is geworden Hengelo Hart van Zuid Centraal Station. Een knooppunt van openbaar vervoer. Een ontwikkelopgave wat betreft wonen en een hoogwaardige kantoorlocatie. Nou, als je zegt dat is nu de opgave die geldt voor heel Twente, met een programma voor heel Twente, dan ben je goed bezig en dan maak je ook kans op subsidie vanuit Den Haag. Nou, dat is gelukt en het traject loopt nu. En binnenkort komt er een afronding en ik hoop positief, zodat er ook daadwerkelijk geld naar dat project kan.